Wat gaat Jos Verstappen komend seizoen doen? En wat willen ze sponsors? Olaf Mol was nieuwsgierig, sprak daarover met Michel Peridot. Monza 2003, laatste wedstrijd van het Europese seizoen van de Formule 1. Hierna nog twee. Michel Peridot van Trust, begin van het seizoen 2003 ben jij de Formule 1 ingegaan. Hoe is je dat bevallen? Ja, we hebben een geweldige publiciteit gehad. We zijn erg tevreden met het hele pakket wat we gehad hebben. Het enige wat ons eigenlijk toch ergens tegengevallen is het sportieve element wat we eigenlijk niet konden brengen. Even terug naar het zakelijke gedeelte. Jij zegt voor jezelf, die stap is zakelijk gezien goed geweest. Ik denk zakelijk gezien een van mijn beste beslissingen die ik ooit genomen heb voor ons merk Trust. Absoluut. Aan het begin van het seizoen riep je toen ook dat het de bedoeling was, jouw doel was om meer Nederlandse bedrijven te interesseren voor dat spel. Is je dat gelukt? Heb je daar respons op gehad? Heb je veel gepraat met anderen? Zijn er mensen die zich bij jou gemeld hebben? Er zijn verschillende mensen die zich gemeld hebben. Nou, één is dan uiteindelijk halverwege het seizoen, die heeft de overstap gemaakt. Dat is Willux. Daar zijn we heel erg blij mee. En we hebben eind september, dus over 14 dagen, hebben we nog een symposium. Dat doen we bij Trust op het hoofdkantoor. Met een aantal hele grote Nederlandse multinationals. Wat is het doel daarvan? Hun vertellen wat wij er zo leuk aan vinden? Ja, het doel daarvan is om toch wel een 10 miljoen euro binnen te halen. Om voor volgend seizoen een soort front te vormen naar de Formule 1 teams toe. Heb je daar ook al een beslissing in genomen of dat hier kan zijn, of dat het hier niet moet zijn, of dat het sowieso ergens anders moet zijn? Nou, in principe gaat het spelletje vanaf Monza spelen. We hebben nog twee races te gaan. En we hebben heel veel kansen, ook niet alleen bij Minardi, maar ook bij andere teams voor Jos. Waarom zou een andere grote multinational dit volgens jou ook moeten doen? Ja, dat heb ik natuurlijk al heel vaak gezegd dit jaar. Mag nog een keer, hoor. Ja, het mag nog een keer. Ja, toch de uitstraling en wat we er allemaal mee bereikt hebben. Met toch een relatief laag bedrag. Dat klinkt nou raar. Maar als je nou kijkt dat er zoveel honderden miljoenen mensen kijken. En dat het zo gigantisch leeft. Zeker dit jaar hebben we een geweldig kampioenschap. Heel erg spannend. Ja, Formule 1 is hot. Bonus malus bij jou onderaan de streep. Uitgeven aan Formule 1. Terugwinnen aan Formule 1 in procenten. Ik zou het budget volgend jaar met 50% willen verhogen voor ons bedrijf.